50 meter, 30 meter, start gevallen. Paarden zijn gestart en we komen door de eerste meters. En dan is het Veria de Rijve die de leiding heeft genomen. Veria de Rijve die heeft het commando. Aan de buitenzijde komt stalgenoot Kelsa Europoort. En die komt aflossen en neemt in hoog tempo de leiding. Kelsa Europoort in de eerste bocht leidt met een lengte voorsprong. Iva Charisma zet na. In derde positie volgt dan Veria de Rijve. Dat is het leidend trio in de openingsfase van de koers. Als de deelnemers de eerste bocht doorkomen. Joey Junior komt wijd rond de huizen naar voren om positie te verbeteren. En zo zijn we dan in de rechte lijn voor de tribune. Waarbij de posities nog altijd niet gekozen zijn door het hele veld. We komen dan zo dadelijk voor de tribunes en zien dat Van der Mespel de leiding heeft met Ivar Charisma, maar lang duurt dat niet meer, want daar komt Joey Junior en die komt aflossen. Sini de Gleden neemt het initiatief, heeft anderhalve lengte voorsprong genomen naar Chico op de tweede plaats. Nu Ivar Charisma als derde, vierde daarachter Kelsa Europoort. Zo gaan we af op de laatste ronde. In vijfde stelling komt aan de buitenzijde V-Zit met daarachter Veria de Rijve, wat verder weg dan Jort, en dan is het daarachter dan Coraal D, en achter Coraal D volgt JCL Salvador Rocks voor James Trattatore Oblivion. En achter Oblivion aan de buitenzijde Kolk P. Achter Kolk P volgt Yvonne Vrijenes en laatste is Kristal. Paarden gaan de laatste 1000 meter in en een hele grote voorsprong is er nu voor Joey Junior. Sini de Glee die heeft duidelijk een bepaalde tactiek voor ogen. Probeert de tegenstanders het vuur uit de sloffen te lopen. De paarden met de eindsprint worden gevreesd en daarom heeft Joey Junior nu een grote voorsprong genomen. Op de tweede plaats het pak aangevoerd door Hachiko. Daarachter Ivar Charisma met Face. En daarachter volgt dan Coraal D met aan de binnenkant daarachter een galoppade overigens aan de staart van het veld voor Oblivion. De twee Oblivion is uitgeschakeld als ze dan nu de laatste bocht indraaien. En Joey Junior nog altijd die grote voorsprong. Yvonne Vrijenesse is door het pak heen gekomen om de tweede plaats in te nemen. Want Jaap van Rijn onderkent het gevaar. Want Joey Junior vertoont nog geen tekenen van afstoppen. Maar ja, die laatste rechte lijn van 400 meter hier op Duindicht is lang. Is heel erg lang. Uitgeschakeld nummer 13 galop, 13 galop. Deelnemers in de laatste rechte lijn en komen zo dadelijk langs de intersectie van de banen. Nu is de vraag, kan Joey Junior vasthouden? De actie wordt korter en korter en daar komt Yvonne Vrijenesse in het tweede spoor. Wederom Jaap van Rijn, nummer 3 wordt geturfd. Yvonne Vrijenesse ook overigens de derde overwinning op rij voor deze trots van Gerard Koop en Adriaan Uitenbos. Yvonne Vrijenesse wint de Annette Harmse prijs met op de tweede plaats Joey Junior. En Vezit sprint nog naar de derde plaats.